Ja, als eerste vanavond. De raadsels rond de recente dood van Orlando Boldewijn. Zijn dood maakt op heel veel mensen veel indruk. Zijn vrienden haalden meer dan 30.000 euro in een paar dagen op om hem de uitvaart te geven die hij verdient. Orlando Boldewijn. Een ambitieuze, optimistische scholier van bijna 2 meter lang die met zijn moeder, broertje en zusje in Rotterdam-Noord woonde. Een bijzondere jongen. Je ziet het alleen al aan zijn blik op zijn foto's. Hij heeft veel vrienden en vriendinnen, zit in het laatste jaar van de tweetalige HAVO, doet aan schooltheater. Waar hij zelf nooit een geheim van maakte en wat iedereen in zijn omgeving wist, is dat hij op jongens valt. Via datingsites en apps voor homoseksuelen, zoals bijvoorbeeld Grindr, maakt Orlando regelmatig afspraakjes. Ook op zondagavond 18 februari heeft hij weer een date. In Den Haag, waar hij die avond met de Randstadrail en de tram naartoe gaat. Dit zijn de laatst bekende beelden van Orlando die avond, wanneer hij voor hij op de metro stapt nog een broodje koopt. De man met wie hij die afspraak had, zou hem na de date rond 11 uur hebben afgezet in de Haagse wijk Ypenburg. Uiteraard heeft de politie met die man gesproken. Die vertelt dat hij Orlando die avond hier heeft afgezet. Bij deze basisschool, naast het Butgerwater. Vanaf hier zou Orlando met het openbaar vervoer terugreizen naar Rotterdam. Maar daar is hij dus nooit aangekomen. Meteen de volgende dag gaf zijn moeder hem als vermist op. En wat dan volgt zijn dagen waarin familie en vrienden schipperen tussen hoop en vrees. Na een week ontvangt de politie een anonieme tip. Die lijkt zo concreet dat op maandag 26 februari een grote zoekactie wordt gestart in het Butgerwater daar in Den Haag. Duikers gaan op zoek naar een spoor van Orlando. En in de loop van de avond gebeurt waar iedereen in zijn omgeving al bang voor was. Bij dat eilandje, op zo'n 25 meter van de dichtstbijzijnde oever, wordt het lichaam van Orlando gevonden. Maar hoe hij daar terecht is gekomen, is het op dit moment niet duidelijk. Ja, we hebben nu live contact met de meldkamer van de politie in Rotterdam, de woonplaats van Orlando. Mevrouw Schatta, u wilt weten wat zich daar in Den Haag specifiek die zondagavond de 18e heeft afgespeeld. Ja, we denken dat daar die avond of in de uren daarna iets met Orlando is gebeurd dat hem fataal is geworden. En wat dat dan precies is geweest, ja, dat hebben we echt nog volop in onderzoek. En hoe kunnen wij daar vanavond bij helpen? Ja, voor nu willen we heel graag weten of er mensen zijn geweest die Orlando nog gezien hebben na die zondagavond 18 februari. En we hebben beelden van hem van die avond wat hij droeg. Orlando was een opvallende verschijning vanwege zijn lengte. En hij droeg die avond een zwarte broek met zwarte schoenen en witte zolen en een zwarte halflange regenjas. En in die outfit kan hij dus gezien zijn in de wijk Ypenburg in Den Haag. Met name specifiek in de omgeving van het Butgerwater. En het kan ook zo zijn dat hij toen niet alleen was. Ja, en u wilt speciaal vanavond een belangrijke oproep doen aan een aantal vissers. Ja, het Butgerwater is een populaire plek voor vissers, ook tijdens de winter. En we weten inmiddels van getuigen dat er die avond aan de rand van het water een aantal vissers heeft gezeten. Schuin tegenover de plek waar Orlando is gevonden. En uiteraard willen we heel graag met deze vissers in contact komen. Ook als zij denken dat zij niks bijzonders hebben gezien. Maar ook met andere mensen die avond in de omgeving van het Butgerwater zijn geweest. Of de week daarna, die nog iets bijzonders gezien of gehoord hebben. Ja, die mensen willen we uiteraard ook heel graag spreken. Dank voor de oproep, mevrouw Schatta. Succes met het onderzoek. En nou, u hoort het, u thuis kunt dus hopelijk voor meer duidelijkheid zorgen. Zag u Orlando? Zijn laatst bekende beelden staan vanaf nu op onze site. Of weet u bijvoorbeeld wie die vissers kunnen zijn geweest? Laat dan alstublieft van u horen. En dat kan dus hier, gratis bij de tiplijn 0800 60 70, of anoniem bij M op 0800 7000. En u kunt ook vertrouwelijk praten met het team Nationale Inlichtingen.